Hey Arnold, je weet dat het googelen van je symptomen een heel slecht idee is? Oh, kijk. Depressieve stemming. Gebrek aan zelfvertrouwen. Vermoeidheid. Misschien heb je echt een depressie? Misschien moet je een afspraak maken met een psychiater? Het is echt belangrijk om geen zelfdiagnose en zelfmedicatie te stellen. Dus ga niet. Wauw, zoveel verschillende antidepressiva. Iets zegt me dat je ook niet geïnteresseerd bent in het lezen van de gebruiksaanwijzing. Of wel, vriend? Oké, dus je hebt 2 pakjes Prozac, 75 tabletten Celexa, 5 pakjes Zoloft, een half potje Lexapro en een heleboel kalmeringssiropen van verschillende soorten en kleuren. Niet dat dit noodzakelijkerwijs je depressie zal genezen, maar als je eenmaal begint met het verzamelen van medicijnen, is het moeilijk om te stoppen. Het enige wat me echt zorgen baart, is het tricyclische antidepressivum. Maar zoals ik jou ken, weet ik dat je vroeg of laat ook deze rotzooi gaat gebruiken. Oeh, daar gaan we weer. Laat eens zien wat je deze keer nam. MAO-remmers kunnen leiden tot delirium tremens. Vandaar jouw hallucinaties. Duizeligheid, beven, aanvallen worden allemaal veroorzaakt door serotine-heropnameremmers. De euforie en het plezier dat jij ervaart komen van tricyclische antidepressiva. Heb je trouwens al gemerkt dat je al 8 uur lang niet hebt gegeten? Modellen nemen soms antidepressiva om geen honger te hebben. En dromen onder antidepressiva lijken dichterbij en tastbaarder. Dus, Arnie, was het allemaal een droom of was het echt? Wat nu? Wil je geen zelfmedicatie meer? Wacht, Arnold! Wat ben je aan het doen? Je kan de pillen niet door het toilet spoelen. Jij onwetende! Door de antidepressiva die in het riool komen, zijn de vissen agressiever geworden. Je weet toch nog wel dat Toby een piranha is? Doordat er fluoxetine in het water komt, verliezen vissen hun individualiteit. En wordt het effect bewaard voor de komende generaties. Verdorie, Arnold! Je kunt hem beter naar de dierenarts brengen. Ben je al vergeten wat er gebeurt als je zelf een diagnose stelt en een behandeling voorschrijft? Stop met Netflix kijken en stop met sms'en naar Suzie. Ze zal je toch niet antwoorden. Kom op. Nee, echt? Ga je haar eindelijk ontmoeten? Haha, wat een sukkel! Je bent serieus depressief, maatje. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat depressie wereldwijd 300 miljoen mensen treft. Dat is ongeveer 4% van de wereldbevolking. Depressie ontstaat door een tekort aan neurotransmitters in de hersenen. Serotine, noradrenaline en dopamine. Zonder deze natuurlijke chemische stoffen houden favoriete activiteiten op plezierig te zijn en kleuren grijs. Dit kan heel tragisch aflopen. Dus doe gewoon niet stoms, Arnie. Arnold, je hebt miljoenen fans op YouTube. Waarom heb je dit allemaal nodig? Kom naar me toe, maatje. Ik zal je een dikke knuffel geven. Depressie is niet zomaar een verandering in stemming. Het is een echte ziekte. Om het te behandelen moet je beslist een arts raadplegen. Bij voorkeur een psychiater. Antidepressiva kunnen je helpen. Maar wees voorzichtig, sommige zijn verslavend. Begin naar de sportschool te gaan. Lichaamsbeweging is een van de beste manieren om de symptomen van depressie te verminderen. En verander je eetpatroon. Eet meer pure chocolade, zeevruchten, noten en fruit. Spreek af met je vrienden. Je kunt een huisdier nemen en maak er wandelingen mee in het park. Nu alles in je zenuwstelsel gestabiliseerd is en je gelukshormonen weer een normaal peil hebben bereikt, fonkelt de wereld met nieuwe kleuren. En nu je in betere fysieke conditie bent, zijn meisjes zelfs naar je gaan kijken, maatje. Is dat Suzie? Ze is klaar om je te ontmoeten. Snel, geef haar antwoord. En zeg haar gewoon dat je hier staat te wachten als een onwetende. Oh nee, niet weer. Alsjeblieft, help mijn arme maatje Arnold. Het lijkt erop dat je een beetje te lang gespeeld hebt vandaag, Arnie. De enige verstandige oplossing is om naar bed te gaan. Slaap lekker, Arnold. De hele dag videospelletjes spelen zal niet onopgemerkt blijven. Na zo'n overprikkeling kan er iets vreselijks gebeuren. Bijvoorbeeld slaapverlamming. De remslaap is een toestand waarin het lichaam onbewegelijk is. Bij slaapverlamming worden je hersenen wakker, maar je spieren blijven bevroren, zodat je wel kunt zien en horen, maar je kunt niet bewegen.
Tijdens die momenten beginnen hallucinaties op te treden en voelt het alsof er een demon op je zit. Maar dit is niet voor lang. Wat is er mis, Arnie? Ben je bang om in het donker te slapen? Ongeveer 10% van de mensen op aarde lijdt aan nyctofobie, de angst voor de duisternis. Wetenschappers geloven dat we deze eigenschap genetisch hebben overgeërfd. Onze voorouders waren bang om te worden opgegeten door nachtelijke roofdieren. En dus schetst onze verbeelding de meest verschrikkelijke beelden in het donker. Oeh, er staat iemand achter het raam. Ha! In de wereldranglijst van bange scheiters sta jij, Arnold, op de eerste plaats. Alle angst wordt gevormd in de amygdala van de hersenen. Een gevoel van angst wordt gevormd in dit kleine zakje van 1,5 centimeter. Er zijn gevallen bekend waar de amygdala van mensen werd vernietigd als gevolg van de ziekte van Urbach-White. Dit schakelt permanent de angstreactie uit. Maar dit geldt niet voor jou, Arnold. Jij bent bang voor alles, zelfs je eigen schaduw. Oké, ik zal het licht aandoen, dat je weet dat er niemand is. Maar slapen met het licht aan is ook een slecht idee. Het onderdrukt de hoeveelheid melatonine die tijdens de slaap wordt aangemaakt, wat kan leiden tot overgewicht. De keuze ligt dus voor de hand. Om geen te dikke, geelbuikige pispaal te worden, moet je in het donker slapen. Ja, in slaap vallen als het voelt alsof er iemand anders in de kamer is, is geen gemakkelijke taak. Misschien is het gewoon je verbeelding. Of misschien niet. Arnold, je zou je hele leven kunnen doorslapen. Sta op, nu. Mensen brengen gemiddeld een derde van hun leven slapend door. Slaap is heel belangrijk voor het herstel van het lichaam. Sommige vogels, zoogdieren en reptielen kunnen wel tot 10 dagen wakker blijven. De ene helft van het brein slaapt en de andere helft werkt. Om geen tijd te verspillen, sliep streamer Asian Andy online en verdiende in 1 nacht $16.000 met donaties. Ik denk dat er iemand in je huis aan het inbreken is, Arnold. Word wakker! Arnold, wie zijn deze jongens? Ze lijken in het niets op je vrienden. Gefeliciteerd, Arnie. Op de een of andere manier heb je jezelf in behoorlijk wat problemen gebracht. Alweer. Wat is dit voor springende speeltuin? Het lijkt wel op een slaapzaal van een universiteit, maar niet op de beste. Wauw, Arnold! Het lijkt erop dat je een superster zou kunnen zijn in een nieuwe reality-serie. Hoe zijn ze in hemelsnaam aan een dossier van jullie gekomen? Whoopsie Daisy, ik denk dat ze jullie per ongeluk hier hebben gekregen. Wat willen ze van jullie? Uh-oh, dit bevalt me helemaal niet. Arnold, heb je niet kunnen slapen? Een dag zonder slaap leidt tot hoofdpijn. Je gehoor wordt gevoelig en moeilijk. En je geheugen wordt aangetast. Men gelooft dat een mens gemiddeld niet meer dan 5 dagen zonder slaap kan verdragen. Dan begint de echte beproeving. Optische en auditieve hallucinaties. De eerste die een wereldrecord zonder slaap vestigde was de 17-jarige Randy Gardner, die 11 dagen opbleef. Maar dit werd later overtroffen door Robert McDonald, die 19 dagen wakker bleef. Maar de vertegenwoordigers van het Guinness Book bevestigden het niet. En dit soort experimenten op jezelf uitvoeren is nogal gevaarlijk voor je gezondheid. Je bent de enige die nog over is, oude vriend Arnie. Ik moet denken aan een legende over Sovjet-wetenschappers. Ze stopten 5 mensen 15 dagen lang in een kamer met een stimulerend gas dat hen wakker hield. Arnold, je bent vrij! Ik kan me voorstellen dat je waarschijnlijk naar huis wilt gaan en een goede nachtrust wilt hebben. Zo te zien heeft iemand zich vannacht goed vermaakt. En iets zegt me dat je hersenen waarschijnlijk net zo'n puinhoop zijn als deze kamer. Herinner je echt helemaal niets meer? Arnold, zou het echt zo kunnen zijn? Ben je vannacht eindelijk een echte man geworden? Gefeliciteerd, Arnold. Dit is je eerste alcoholintoxicatie. En dit zijn de eerste onaangename gevolgen van de nieuwe kennismaking. Arnold, wat dacht je van een toast op je nieuwe vriend? Ah, nou ja, ik zie het al. Natuurlijk, als je moet, moet je. Oh, Arnold, wilde je echt een levenslange herinnering van deze gebeurtenis maken? Dan heb je tenminste iets om je vrienden later over te vertellen. Zoals je ziet, zijn de gevolgen van alcoholvergiftiging niet alleen schadelijk voor je gezondheid.
Maar ook voor je bankrekening. Oh, je was ongeëvenaard in vrijgevigheid gisteravond, Arnold. Jij was de koning van het feest. Waar is je tand? Gaat er een belletje rinkelen? Nee? Arnold, dit wist je niet. Maar te veel drinken leidt tot onnodige agressie. En daar heb jij zeker een prijs voor betaald. Oeh, je hebt een oplossing gevonden. Tijd om een aspirine te nemen. Oh, wacht, nee. Je vergat je EHBO-doos aan te vullen. Maar echt, Arnold, al die problemen zitten alleen maar in je hoofd. Mineraalwater is een wonderbaarlijk iets. Je bent uitgedroogd. Je hoeft alleen maar het ontbrekende water uit je lichaam aan te vullen. Wat is er met de jacuzzi? Ik begrijp het volkomen als je wilt stoppen met drinken na gisteravond. Maar geen water? Je dacht toch niet dat het zo makkelijk zou zijn om van je kater af te komen? Laat iemand Spielberg bellen. We hebben een plot voor een nieuwe Jaws. Wat is er, Arnold? Bel je een ziekenwagen? Ah, je besloot je krachten op te laden met een heerlijke pizza. Maar je vergat één ding. Drank adem. Dit zijn de rottingsproducten van ethanol die in het lichaam verschijnen nadat de lever de verwerking ervan heeft overgenomen. Eén ervan, azijnzuur, heeft een bijzonder onaangename geur. Hey Arnold, weet je zeker dat je nog wilt slapen na het eten? Helaas, slapen kun je vergeten. De hersenfuncties zijn verzwakt na inname van alcohol. Zodra je je ogen sluit, heeft het cerebellum niet meer genoeg gegevens voor oriëntatie in de ruimte. En begint het kapotte gegevens door te geven aan de hersenschors. Zeg hallo tegen bedspinsels. Arme Arnold, het is zielig alleen al om naar je te kijken. Laat me je één goede raad geven. Op dit moment zal een kop warme thee je redden. Wikkel jezelf in een warme deken en val zo vast in slaap dat geen prins je met zijn kus wakker kan krijgen. Arnold, ik zei toch dat het zou helpen? Nou, ik feliciteer je met je tweede verjaardag. Vergeet niet, Arnold. Achter elk masker van vreugde schuilen ernstig nare dingen. Heb je haast om naar je favoriete baan te gaan? Maar waarom is iedereen zo somber? Wat? De baas zegt dat je Chris gisteren in elkaar hebt geslagen, afval op Jamie's bureau hebt gedumpt en iets walgelijks deed met Miss Wallace? Natuurlijk herinner jij je daar niets van. Maar je collega's kan het niet schelen. Rennen, Arnie! Dit is het einde, vriend. Vaarwel aan je enige ware liefde. En hier is hij, onze held van de dag. Een harde klap op het hoofd heeft Jacob weer wakker gemaakt. Arnie's andere persoonlijkheid, of in wetenschappelijke termen, zijn alter ego. Het heet dissociatieve identiteitsstoornis. Bij deze ziekte wordt de macht over het lichaam van de patiënt volledig overgenomen door een andere persoonlijkheid. De oorzaak van de stoornis kan een trauma in de kindertijd zijn. Het kind blokkeert herinneringen aan nare gebeurtenissen en gaat zichzelf als iemand anders beschouwen. Jacob leidt, in tegenstelling tot de timide Arnold, niet aan meervoudige complexen. Hij is onverschrokken en sexy en hij stopt nergens voor. Zelfs iemand die zo nukkig is als Tagai is geïntrigeerd. Maar er is één ding. Jacob spreekt alleen Dumi, een taal die alleen in oostelijk Nepal voorkomt. Het alter ego verschilt vaak van iemands hoofdpersoon in de taal van de communicatie. Geslacht, leeftijd, nationaliteit en zelfs in IQ. En in bijzonder exotische gevallen kan het alter ego een dier zijn. Of zelfs een religieus figuur. Het maximale aantal alter ego's in één persoon werd vastgesteld bij een Amerikaanse crimineel genaamd Billy Milligan, die 24 verschillende volwaardige persoonlijkheden had. Billy werd vrijgesproken omdat de misdaden die hij had gepleegd in werkelijkheid door een van zijn alter ego's waren gepleegd, zonder dat Billy het zelf wist. Arnold, kijk eens wat je gedaan hebt! Het lijkt erop dat je nu denkt dat je een psychopaat bent en behandeld moet worden. Maar gespleten persoonlijkheid is geen schizofrenie. En er is gewoon geen behandeling voor. Wil je niet gaan werken? Dan stel ik voor dat je in bed werkt. Toen NASA bestudeerde wat het effect van zwaartekrachtloosheid op een mens is, betaalden ze $18.000 aan een vrijwilliger om 70 dagen in een bed te liggen. Denk er maar niet aan om op te staan, Arnie.
Ik heb een sluipschutter ingehuurd die je bij de eerste poging zal uitschakelen. Je zult eten, drinken en al het andere doen terwijl je ligt. Tot ziens, vriend. Hey, heb je nog geslapen? Hoe gaat het met je? Ik denk niet zo goed. Het lijkt erop dat je aankomt. Alle energie die komt van het voedsel dat je eet, gaat nergens heen. Maar doorlichtwonden, dat is erg. Door de hoge bloeddruk stopt het bloed met stromen naar de huid. Hou vol, oude man. Goed nieuws, Arnold. Je bent dicht bij het record van Sovjet-wetenschappers. 370 dagen in bed. Je ziet er niet zo knap uit. Elke dag verlies je 5% van je spiermassa. Daar komt nog bij dat je botten ook beschadigd zijn. En door je gebrek aan mobiliteit herstellen je botten niet en gaan ze snel achteruit. En paradoxaal genoeg wordt liggend in slaap vallen onmogelijk. Zonder een verschuiving in activiteit weten de hersenen niet hoe laat het is of wanneer het tijd is om te slapen. Maar dit heeft wel zijn voordelen. Je kunt al je favoriete programma's steeds opnieuw bekijken. Ik laat je hier nu achter. Geniet van de show, Arnold. Oh mijn god, Arnold! Wat heb je jezelf aangedaan? Ik was niet serieus over de sluipschutter. Het is echt niet goed om zoveel te liggen. Wat is er gebeurd? Ben je net ontslagen bij McDonald's? Maak je geen zorgen. Iedereen heeft wel ergens talent voor. Bijvoorbeeld, gehoord van een kerel uit China die in het Guinness Book of Records kwam omdat hij 57 minuten niet met zijn ogen knipperde? Hey, waar ben je geweest? Arnold! Wat? Je hebt het record gebroken? Hoe? Je hebt je oogleden gelijmd? Oh mijn god, dat is echt gevaarlijk! Knipperen is nodig om je ogen vochtig te houden. Onze lacrimale klieren bevatten anticillamen, lysozymes en elektrolyten. Zonder hen zullen je ogen weerloos worden. Dus ik ben bang dat je je geletterdheid niet lang meer zult kunnen bewonderen. De kleinste deeltjes in de lucht zullen zich op je ogen afzetten en ze krassen. Bovendien, hoe langer je niet knippert, hoe meer je dat wilt. Arnold, er is één geheim. Knipperen heeft een andere functie. Het deelt de informatie die je ontvangt en vernieuwt je aandacht. Dit betekent dat hoe interessanter de dingen zijn die je ziet, hoe minder je wilt knipperen. Probeer jezelf af te leiden met iets kalmerends. Ja, ik denk dat een goede oude zwart-wit film zal volstaan. Er zijn 3 soorten tranen. Reflex, emotioneel en basaal. Omdat je ogen droog zijn, proberen de traanklieren het gebrek aan vocht aan te vullen. Maar de film is ook niet slecht. Oh nee! Wie wist dat er een nucleaire explosie in de film zou zitten? Arnold, hoe voel je je? Fel licht doet je pijn. Je zicht wordt slechter. Dit zijn tekenen van een oogontsteking. Het moet goed behandeld worden. Het gaat zeker niet vanzelf over. Kijk uit met het lezen van de instructies, Arnold. Met plus 5 is het erg moeilijk om van dichtbij te lezen. Maar met bijziendheid op min 5 zul je problemen hebben met het bekijken van objecten in de verte. Dames, stop ermee. Hij heeft niets gezien. Arnold, Arnold! Wakker worden! Je bent in elkaar geslagen door de apotheekbeveiliging en je bent al je spullen kwijt. Ik zou niet in zulke vieze omstandigheden blijven. Heb je de kracht niet om te gaan? Griezelige gelijkenis met de symptomen van adenovirale oogontsteking. Dit gebeurt wanneer het netvlies gescheurd is en het virus er doorheen dringt. Arnold, sta op! Je zult abscessen ontwikkelen en netvliesloslating en je kunt voor altijd blind worden. Zie je die halo's? Godzijdank, het lijkt erop dat iemand de ambulance heeft gebeld. Wat is er nu weer mis? Arnold, het zijn geen geesten, het zijn dokters. Stop, je kunt je niet verstoppen in dit maïsveld. Het is immers getekend. Je ziet eruit als rotzooi. Maar het was het waard. Je hebt een heleboel mensen opgevrolijkt. Wacht, ben je in een coma? Als ik naar je kijk, zou je denken dat je dood bent. Maar van binnen ben je nog levend. In een coma ben je niet in staat te reageren op prikkels van buitenaf. Hierdoor ben je de beste K-pop-fan.
en kun je jarenlang naar hetzelfde liedje op repeat luisteren. Mensen kunnen van een paar dagen tot een dozijn jaar in coma liggen. Edward O'Bara raakte op 16-jarige leeftijd in coma en bracht 42 jaar op deze manier door. Volgens patiënten voelen ze zich tijdens een coma als een soort materie. Ze dwaalden door lange en vochtige gangen. Doolhoven gingen door ingewikkelde mechanismen. De graad van een coma wordt bepaald door de Glasgow Coma-schaal, waarbij 15 punten helder bewustzijn is en 3 punten hersendood. Arnold, ze gaan de machine uitzetten. Word wakker en ik beloof geen experimenten meer op jou. Er is een licht aan het einde van de tunnel. Kom op, Arnie, je kunt het. Al bijna een uur lang probeert hij te beslissen wat hij zal kiezen tussen kokoswater en cola. Hoe erg origineel, Arnie. Arnold, je bent gewoon een magneet voor problemen. Dit ziet er echt slecht uit. Je moet onmiddellijk naar het ziekenhuis. Je haalt het ziekenhuis niet. Je hart zou kunnen stoppen. Je hebt een noodbloedtransfusie nodig om de druk in je bloedsomloop op peil te houden. Tijdens de oorlog in Vietnam werden soms kokosnootinfusen gebruikt om de gewonden te behandelen. Verbazend genoeg lijkt kokoswater nogal op menselijk bloedplasma. Dus, wat hebben we? Cola? Oké, laten we aan het werk gaan. Maar eerst moet je al het gas kwijt zien te raken. Als het gas dat in het drankje zit in je bloedvaten terechtkomt, scheurt het je letterlijk van binnen uit elkaar. Cola bevat suiker, glucose. Dit is een perfecte bron van snelle energie en maakt het mogelijk je echt op te peppen. Het lijkt te werken. De cola heeft wortel geschoten in je lichaam. Maar je uiterlijk is maar een klein beetje veranderd, maatje. Zelfs je haar is van kleur veranderd. Maar aan de andere kant ben je een graag geziene gast op elk kinderfeestje. Met zoveel cafeïne in de cola die door je aderen stroomt, hoef je nog maar eens in de 3 dagen te slapen. Nu heb je veel meer tijd dan gewone mensen. Immers, zelfs professionele atleten drinken cola voor een snelle dosis energie. En je kunt altijd een navulling krijgen in de dichtstbijzijnde supermarkt. Nee, stop, jij kamikaze gek! Slechts 1 enkele Mentos kan je veranderen in een grondluchtraket. Maak je geen zorgen, het zal je dag niet verpesten. Cola helpt zelfs tegen milde depressies. Maar om eerlijk te zijn, Arnold, cola in je bloed is eigenlijk dodelijk. Je ogen, nieren, zenuwen en hart lijden het meest. Ja, het lijkt erom dat cola geen optie is. Maak je geen zorgen, Arnold. Ze laten je gaan als je het juiste antwoord geeft. Dus, raad eens wat er op de foto staat. Fout! En op deze? Nee! Verman je, man. Dergelijke experimenten werden in de jaren 50 in de VS uitgevoerd. Hun doel was het ontwikkelen van paranormale vermogens bij soldaten, om zo een voordeel te krijgen in de Koude Oorlog. De proefpersonen kregen LSD, omdat LSD de activiteit van neurale verbindingen aanzienlijk verhoogt. Arnold, verman jezelf. Zelfs een rat leert sneller dan dat. Nou, waar? Dit is geen gewone rat. Hij heeft een chip in zijn hersenen. Wetenschappers bewezen al in 2013 de mogelijkheid om zenuwimpulsen op afstand door te geven. De ratten zaten in verschillende steden, maar ze handelden samen, dankzij elektroden die in hun hersenen waren geïmplanteerd en het internet. Het lijkt erop dat Elon Musk alle verschillende manieren om telepathie te ontwikkelen tegelijk op je gaat uitproberen. Arnold, stop! Je hebt je nieuwe vaardigheden nog niet onder de knie, vriend. Gedachten lezen heeft veel voordelen. Nu kunnen mensen niets meer voor je verbergen. Maar ik moet je waarschuwen, je zult niet alles leuk vinden waar ze aan denken. De voordelen in een relatie: je kunt meteen weten of je partner echt van je houdt. Of niet. Je kunt de taal van dieren begrijpen. En je kunt je perfecte match vinden. Maar wat als alle andere mensen elkaars gedachten konden lezen? Een ideale wereld zonder leugens en onwaarheden. Of misschien ook niet. Hey, meneer, wees niet beledigd als hij denkt dat je neus te pukkelig is. Verdorie, dit is een ramp. Nee, Arnie, stop!
denk er zelfs niet aan. Arnie, heb je weer al je geld aan de online boerderij verspeeld? Oké, goed dan. Nu zul je virtueel voedsel moeten eten. Trouwens, wist je dat Bill Gates houder is van de McDonald's Gold Card? Die geeft het recht om daar gratis te eten. En dat heb jij blijkbaar meer nodig dan wie dan ook. Waar moet ik beginnen? Ik stel de speciale Suicide Burger van Burger King voor. Het heeft 4 burgers, 4 plakjes kaas en spek. 800 calorieën. En hier komen de Mickey D's frietjes. Die bevatten 19 verborgen ingrediënten. Arnold, eet! 1 hamburger kan bestaan uit de delen van 100 verschillende koeien tegelijk. In totaal worden er voor de fastfoodindustrie 50 miljoen koeien per jaar geslacht. Ben je nu al klaar? Drink dan wat frisdrank. Het is hier opzettelijk gratis, want het wekt jouw eetlust op. Gelukkig zijn er, om jouw drang te stillen, al 39.000 McDonald's open. In 120 landen over de hele wereld. En in het Verenigd Koninkrijk worden vrachtwagens zelfs van brandstof voorzien door gerecycleerde olie uit frieten. In de afgelopen 20 jaar is het aantal mensen met overgewicht in de wereld verdrievoudigd. Je kunt beter stoppen, Arnold. Want met zo'n dieet kom je 10% van je lichaamsgewicht aan, per maand. En dat zal leiden tot... Arnold, stop er nu mee. Je hebt nu diabetes type 2. Je bent depressief. En jouw bloedvaten zitten boordevol vet. En dat kan je gemakkelijk een hartaanval bezorgen. Fastfood bevat heel veel calorieën. En is zo goed als verstoken van vitamine en mineralen. Mijn advies, je moet dringend overschakelen op gezond voedsel dat thuis gekookt wordt. Anders heb je een groot probleem. Ziezo, goed gedaan Arnold. Wat dacht je ervan? Ik kom vanavond bij je eten. OMG, Arnold, wat heb je in hemelsnaam gemaakt? Geroosterd biggetje, chocolade karameltaart... Dat is niet wat ik bedoelde. Het gaat er niet alleen om geen fastfood te eten, vriend. Het gaat om elk soort calorierijk voedsel. En over jouw te grote voedselinname. Sta op, luilak. Ik heb iets voor je, Arnold. Je hebt nu nog maar 24 uur te leven. Ik denk dat je even moet googlen wat je in zo'n situatie moet doen. Wis eerst je browsergeschiedenis. En hier zijn de top 3 antwoorden op deze brandende vraag. Hoe zou je de laatste dag van je leven doorbrengen? Met geliefde, ik denk voor jou Arnold dat dit waarschijnlijk niet het goede antwoord is. De tweede optie is je volproppen met junkfood. Nou, dat doe je elke dag al. En tenslotte, nummer 3. De dag doorbrengen aan de oceaan met een geliefde. Nu wordt het interessant. Arnold, ga je echt doen waar je je hele leven al van droomt? Whoopsie daisy, iemand heeft geen benzine meer. En geld. Geweldig idee. Je kunt een lening krijgen en op je laatste dag echt gaan leven. Haal het maximum eruit. Je zult je de rijkste kerel op de planeet voelen. Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, verdient genoeg geld om elke 50 seconden een nieuwe Tesla Model S te kopen. Je bent nu rijk, Arnold. Je kunt je eigen vliegtuig huren en overal heen vliegen waar je maar wilt. Wat ben je van plan? Wauw, ga je Tagaya van haar vriendje afpakken? En haar mee op reis nemen? Arnold, je bent een held. Ah... Konden we de tijd maar terugdraaien en dit moment echt laten duren? Wat als ik je zeg dat het mogelijk is? Om te voorkomen dat de dag eindigt, moet je de zon inhalen. Om dat te doen, moeten we langs de Evenaar naar het westen vliegen met een snelheid van 1667 km per uur. Als je met die snelheid kunt vliegen, zal de dag nooit eindigen. Helaas heeft dit geen enkele invloed op je levenstimer. Het zijn je laatste seconden, Arnold.
Arnold, je leeft nog! Ah, ik begrijp het. Volgens het getekende contract heb je geen recht om te sterven tot je de lening afbetaald hebt. Tot ziens, Arnold.